Ja, lieve, het was weer watjes. We zijn er weer. Een nieuwe aflevering van Achter de Schermen met uw gastheer Pieter-Jan Marchand. En wie is hier ook vandaag? Présent, dat is Jeff Bronder. Hoezé. Ja, mag gezegd worden. Hoera. 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 Upiep. Hoera. Voilà. Hij is er dus ook. En onze media-insider van deze week, dat is de dochter van, het baasje van. En ze woont ook met haar hond in een soort van caravan. Marie Verhulst. Hoezé. Of hoera. Nou. Wat is dat? Een kat? Dat is applaus, hè. Ah, ik dacht dat het een boze kat was. Nee. En als E-lister, voor de tweede keer op evenveel seizoenen tijd, de mediamagnaat en de eigenaar van een bekende tafel, Gert Verhulst. Hoezé. Ja, dankjewel. Niet achter middenbermen, niet achter twee dorpskernen, maar achter de schermen. In een soort van Verhulstjes special, eigenlijk kunnen we het zeggen. Hè? Want er zitten er hier vandaag toevallig twee aan onze tafel dan. Dat is niet toevallig. Je hebt gebeld en we zijn gekomen. Ja, dat is inderdaad niet heel toevallig. Ja. Je doet het precies of wij kwamen hier voorbij. Ja. En jullie wisten het op voorhand, he, toch? Ja. Jullie zijn wel samen binnengewandeld. Hier maar net. We zitten hier in hetzelfde gebouw waar de tafel van Gert wordt opgenomen. En ik heb hier een kleedkamer. Hè? Ja. En dus we hadden daar afgesproken. Oh. Oh, knus, hè. Nu, we zijn hier inderdaad, je zei het al, in Play Zuid. En Gert, we zijn op een bepaalde manier verbonden, want wij hangen samen aan de gevel van dit gebouw. Ja, vroeger mocht ik er alleen aan hangen. En nu hangen we erbij. Ik ging net vragen, vroeger was er echt een soort van megalomane Gert Verhulst te zien. Echt zo'n heel groot beeld. Dat is nu wat verkleind. Ja. En de mensen vragen nu heel vaak, wie is die meneer op die foto naast Jeff en Pieter? Ja, want we staan exact naast elkaar, hè. Ja, het is echt. Ik denk dat op uw aanvraag dat wij naast u mochten hangen? Nee, ik had er liever alleen blijven hangen. Maar word je daarover geconsulteerd dan? Of is dat echt, je moet dat slikken? Ik moet... Anders dan hangen we er wel nog alleen, hè, als ik hem gevraagd heb. Ja. Ik kan ook ullen eraf trekken. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus als het ooit zo is, dan heb ik het gedaan. Heb jij het gedaan? Zo wel een grappig beeld zijn, Gert met een ladder zo. Prachtig. Het is mooi, hè? Ja. De mensen beginnen het meer en meer door te hebben dat hier heel bijzondere dingen gebeuren. Heel bijzondere dingen gebeuren. Over bijzondere dingen gesproken, een leuk wistje datje over de ruimte waar we nu zijn. We zijn boven in Play Zuid en dat is hier de historische plek waar in de seizoensfinale van de Verhulstjes, vorig jaar sloot het af met een banger, heeft Leo hier gepist in deze zaal. Ah ja, daar op de tapijt. Ja. Maar ik zou verwachten dat ze dan zo vier paaltjes met een touw zou zetten en dan een bordje erbij. Leo. Hier heeft Leo gepist. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee, je moet, je moet wat snuffelen en dan vind je het wel. Ja, dat doe ik met veel plezier een keer. Oké. Marie, ik moet beginnen met de officiële openingsvraag. Hoe was jouw week achter de schermen? Goed. Het was vakantie, dus dat is een piekmoment voor Samson natuurlijk. Ja. We hebben heel de week gemeet en greet in Plopsaland de Pannen en in Plopsa Station Antwerp en opgetreden in Plopsa Indoor Hasselt. Alle locaties die in Plopsa in hun naam hadden, daar ben jij geweest. En niet in Plopsa Co. Niks gedaan. Nee, dat klopt. En wat houdt dat dan in? Echt hordes kinderen die dan aanschuiven? Een rij van kinderen en dan meet en greeten wij 1,5 uur. Oh ja. Dan zitten wij op een zetel en dan kunnen de kindjes bij ons komen zitten. En dan doen wij een babbeltje en maken we een foto. En wat vragen die dan? De meest gestelde vraag is, mogen wij Samson eens aaien? Ah ja. En mogen ze? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is de lol. Hè. In onze tijd, wij begonnen er niet aan. Hè. Nee. Ah, maar die kinderen die plakken soms zo met van zeker alles. Zeker in Plopsaland. En met snoep en dit en dat. En die snottebellen. Dan klit die aan elkaar. Ik weet niet, maar na een dag. Ja, ik kan die in elke dag. Je moet die dan wat kammen en wat spoelen. Reinigen. Ja, een beetje wel, ja. Maar je hebt toch ook deze week een nieuwe single uitgebracht, hè? Bibberlip. Bibberlip, ja. Nieuwe winterliedje. Bibberlip, ik voel me net een diepvrieskip. Dat zijn de lyrics van Gert Verhulst. Ja, zeker. Hoe kom je daar toch steeds weer op? Want het is het zoveelste liedje. Ik trok de diepvries open en ik zag een kip liggen. En hup. Denk je Bibberlip? Ja, Bibberlip, ik voel me een diepvrieskip. Hoe kom je erop? Ja, ik weet het zelf, het is geniaal. Hè. Uniek in zijn genre. Dat mogen we zeggen. Ja. En het gaat natuurlijk over de aankomende koude temperaturen. Hè? Vandaar het bibberen van de lippen. Mochten mensen nu denken, waarover gaat het eigenlijk? Hallo, het gaat over de bovenste lippen. En hoe krijg je het? Ja, maar ja. Hij stuurt het er altijd op aan. Weet wie dat ook zo is? Luc Appermond. Kent je Luc Appermond? Ja. Luc Appermond is al, die stuurt het altijd aan
naar op een beetje zo dat, hè, schuine dingen. Dan zeg je iets en dan zegt Luc, oh. Ja. Eigenlijk is Pieter Jan een beetje de Luc Appermond van de Vlaamse podcast. Ja, eigenlijk zou je dat wel kunnen stellen. Ja. Maar het gaat over manieren om warm te krijgen. Ja, het is eigenlijk een dansje dat je moet doen voor als je het koud hebt en dan krijg je het warm. Dat is de echte klappen, stampen, springen, zwaaien. Ja. En er komt ook een Samson en Gert. Samson en Marie. Ik zeg het zelf ook. Er komt ook een Samson en Marie kerstshow weer. Klopt, toch? Vanaf 23 december. En we staan in De Pannen en in Antwerpen en in Roosendaal. En zijn jullie daar dan nu al volop voor bezig? Victor die schrijft het scenario. Ja. En dat is sinds vorige week af. Ah. Dus nu zijn ze decor beginnen ontwerpen en dat soort dingen. Ja. Inderdaad, Victor schrijft het scenario. Ja. Heeft hier niet zo lang geleden ook niet een tipje van de sluier gelegd. Nee, maar eigenlijk de volledige sluier eigenlijk ontbloot. Ja. Is dat zo? Ja. We hebben er nog zelfs een stuk moeten uitknippen, omdat hij zo echt het volledige scenario al aan het vertellen was. Loslippig. Ja, met buitenaardse wezens. Hoe het afloopt in alles. Ja. Oei, oei. Maar het is buitenaardse wezens komen in het universum van Samson en Marie. En wat dat allemaal gaat geven. Ja. Jongens, dat ontdek je in de drie eerder genoemde locaties. Ja. Ja. Maar over de kerstshows gesproken, Jeff, je hebt daar een berichtje over binnengekregen. Hè? Hola. Ja. Krijgen jullie berichten binnen en zo? Ja. Superveel. Wow. Heel veel berichten. Ja. De watjes noemen ze. Van het was weer watjes. Ja. Stuur ja. ons berichten. En dus, het was weer watjes is echt een community. Ja, een community. En dus Brian uit de community die stuurt ons volgend bericht. Ik heb in 2008 nog achter de schermen gewerkt van de Samson en Gert kerstshows. Het verhaal van de show was dat de bewoners van het dorp een aantal opdrachten tot een goed einde moesten brengen in ruil voor een opblaasbaar zwembad, geschonken door de afgevaardigde van de minister. Op het einde van elke show werd dus het opblaaszwembad het podium opgereden en om het praktisch te houden was dit een leeg zwembad. Een eerste mediageheimpje. Dat vind ik nu jammer dat dat nu ontsluiert naar boven komt. Maar goed, kijk, dit is achter de schermen. Zoals de traditie het voorschreef, haalde de crew bij de allerlaatste show grappen uit met de acteurs. De enige voorwaarde die Gert stelde, was dat het publiek dit niet mocht merken. Een van de grappen die we uithaalden, was dat we geen leeg opblaaszwembad het podium opreden, maar eentje gevuld met de jonge Marie Verhulst die een boekje aan het lezen was. Ja, maar wij deden dat wel vaker. En Victor en ik, wij waren daar altijd bij die kerstshows. Dat was tijdens de kerstvakantie, dus dan speelden wij daar een beetje backstage. En de eerste keer dat ik mee op het podium ging, was ik denk ik 6 jaar of zo. En dan was dat volgens mij een ideetje van Ivy, die toen de choreografie deed. En die had bedacht dat ik dan met een kerstcadeautje het podium mocht oplopen en tijdens een kerstliedje dat cadeautje aan jou mocht gaan geven. Oh. Weet jij dat nog? Lache, giegere brullen. Ja. Als ik er terug aan denk, moet ik nog mij echt inhouden. Nee, wat ik me nog wel herinner, dat was dus een grote openingsscène met een kinderwagen. En de regisseur van het stuk, Frank van Laken, die later ook al die grote musicals bij ons heeft geregisseerd, die vond het leuk. Die dacht, ik ga erin liggen in die kinderwagen verkleed als baby. En dan laten ze dat zo aan Gert zien tijdens het zingen en dan gaat hem heel hard moeten lachen. Ja. En dus ze reden Frank van Laken voorbij in de kinderwagen. En ik heb die kinderwagen overgenomen en ik heb die helemaal vooraan opzij op het podium gezet en we hebben die daar heel de show laten staan. En dat kon dan niet uit en dat vond ik dan wel grappig. Want normaal was de bedoeling dat hem direct terug zou afgereden worden. Maar dan hebben we hem daar anderhalf uur gezet. En dan lacht Gert Verhulst binnen. Ja, dan hebben we heel veel lol gehad. Ja. Ben je zelf zo'n practical joke, man? Of wie? Maar dit mag niet te ver gezocht zijn. Ik moet heel hard lachen met heel kleine onnozelheden. Maar als er over een grap te lang wordt nagedacht of te moeilijk wordt gedaan, dan werkt het niet bij mij. Het opzet mag niet te groot zijn. Nee. Een verspreking. Wat bedoel je met een verspreking? Ja, als iemand zich verspreekt. Hè, dat is, Koen Krukke kon zich nogal eens verspreken, want die werd dan moe na een tijd. En dan sliep die tussenin en dan hij is ook eens opgekomen. Ja, achter de schermen deed hij altijd pantoffels aan. Maar Alberto droeg van die chique schoenen. Dus hij kwam aan en was vergeten zijn schoenen aan te doen. Hij kwam aan met zijn pantoffels. En ik zeg, maar Albert, wat is dat? En hij zegt, oh, ik ben mijn schletsen vergeten. Dus hij had ook niet de reflex van in goed Nederlands tegen, oh, ik heb mijn pantoffels nog aan. Oh, ik ben mijn schletsen vergeten. Dat zijn dingen, daar moest ik heel, heel hard mee lachen. Okay, Alberto op zijn sloffen. Is het ooit te ver gegaan? Zo'n practical joke? Nee, eigenlijk niet. Omdat we altijd vonden dat het publiek geen slachtoffer daarvan mocht worden. Ja. Het is niet zo erg als dat er mensen op het podium zitten te lachen en als publiek weet je niet waarom. Ja. Maar we hebben wel zoiets, bijvoorbeeld ook nog een practical joke, is Jan Kleimans, de papa van Jelle, die speelde in de show trekzak, accordeon. Ja. En die hadden we een keer dichtgeplakt. Ja, dat is grappig, hè. Die wil dan aanzetten en dan gaat die niet open. Of maar dat wil zeggen dat er dan niet live accordeon wordt gespeeld? Even niet, hè. Ah, ja, en dan, even niet. Dat is lachen. Of bijvoorbeeld als je de onderkant van het toetsen
van een synthesizer. Er kun je onder. Dat is eigenlijk een open ruimte. En we hadden een keer ook van een toetsenist met zo'n lang stuk gaffa al die toetsen langsonder aan elkaar geplakt. Dus als je er één in drukte, gingen al die toetsen naar beneden. Oh, dat vonden we een grappig. Als dan op een vrolijke noot te eindigen. Ja, zeker. Ja. Vast, ja. Mooi, leuke anekdotes allemaal mee te beginnen, vind ik eigenlijk. Ja. Gert, hoe was jouw week achter de schermen? Eigenlijk zoals alle andere weken. Hè. Als de tafel loopt, dan is de dagindeling nogal gelijkaardig. Ja. S'morgen sporten en dan tegen de late namiddag naar de studio en dan repeteren en de show doen. En Wat mag van sport? Ik sta altijd op de crosstrainer. Ah, ja. Of roeien. Oh, oké. Okay. Maar op een machine, niet, op de rivieren. De bekende... Ja. De fameuze roeimachine die een keer kapot was. Dat is in Saint-Tropez, dat is meer water. Jij roeit op iets anders. Ja, op een andere roeimachine. Kon je nog geen reclame maken. Nee, natuurlijk niet. Technogym. Maar het is niet dat ik er iets al heb, maar het is een goede machine. Maar het is van Technogym. En het heet nu de tafel van Gert, niet meer de tafel van vieren. Ja, ik was daar geen vragende partij voor, omdat eigenlijk het programma is een beetje opgezet met het idee van, ga jij dat altijd zelf doen? Want het zijn heel veel dagen en stel dat dan is... Jeff het overneemt, dan de tafel van Gert, dan is dat dan in één keer ingewikkeld. En als dat de tafel van vier heet, dan kan elke host daar eigenlijk overnemen. Dat is natuurlijk onder impuls waarschijnlijk gebeurd. Ik doe een gok, maar zou het programmadirecteur Annick Bongers ervoor iets tussen zitten? Annick Bongers, mevrouw Bongers. Die hier ook vaak passeerde. Ja. Allee, bedoel haar naam. Hè. En is dat dan een telefoontje, of is dat dan via mail, of een berichtje? Naar ons stuurt ze af en toe een berichtje. Hè? Ja. En we krijgen ook altijd hetzelfde berichtje. Ik heb een berichtje van mevrouw Bongers, met hetzelfde erin. Ja, kijk ook alleen maar berichten. Ik heb lang gedacht, bestaat ze wel? Ik ben ook te twijfelen. Ja, want als je alleen maar berichten krijgt van iemand, is niet zeker dat ze bestaat. Hè? Ja, want hoe weet je eigenlijk dat die berichten van haar komen? Ze stuurt, hallo, ik ben mevrouw Bongers, en dan nemen wij maar aan dat zo is. Voilà. En ze stuurt elke dag goed bezig, jongens. Ja. Nee, dan kan het zeker niet echt zijn. Het is een bellen, denk ik. Hier werkt die bel. Kijk. Ja. Mijn week was ook heel mooi en een beetje gelinkt aan die van jou. Want ik zat in de tafel van Gert deze week. Dat moet een hoogtepunt geweest zijn. Het was een hoogtepunt. Ja, vooral toen ik zijn naam verkeerd uitsprak. Zeg, ik zeg ineens Jan-Pieter. Ja, dat was... Maar dat versprekingen, dat werkt altijd, hè, Gert. Ja. Nu, alleszins, er werd hier 2 weken geleden al gewacht gemaakt dat ik mocht gaan. We hebben gewacht gemaakt, dat heb ik dan nog nooit... Dat is lang geleden dat ik dat nog iemand heb horen zeggen. Ik heb het nog nooit iemand horen zeggen. Er werd gewacht gemaakt, Er was sprake van. Ja. Nee, maar ik snap wel wat je wil zeggen. In de context begreep ik het ook wel. Ik had het gewoon nog nooit iemand... Ik leg het toe voor de mensen die zo zeggen, dat is dit. Er werd dus gewacht gemaakt. Maar dan is het toch nog een week opgeschoven dan. Amai, en kreeg je dan wat stress dat je toch niet meer ging moeten komen? Wel, het begon beetje... Ik was al in mijn handjes aan het wrijven. Maar uiteindelijk mocht ik dan toch, vorige week dinsdag... Tussen wie zat er weer al? Wel, ik moet zeggen, het was een week vol A-listers. James Cook was er. Victor Verhulst was er. Sundos El Ahmadi was er. Er was het huwelijksaanzoek van Michel van den Branden. Ja. Maar op de dag dat ik er was, Rick Tors zat er. Ja. Elodie Habias. De voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Studenten, Julia de Wit. Retail-experte Els Breugelmans. En horrorprofessor Dimitri Hoosters. Juist, Dat was de affiche waar ik zat. Is dat voor jou dan anders? Omdat je hebt dan zo'n sterrencast in de rest van de week. Nee, en dan, dat maakt toch niet uit? Dat maakt niet uit. Het is niet dat je moet extra opladen. Dan zegt, en het is niet altijd omdat je een sterrencast hebt, dat je een beter programma hebt. Ik heb 2 of 3 van de 4 afleveringen gezien. Ja. En ik vond eigenlijk dinsdag een van de betere. Ja. En ook, ik heb ook een bericht gekregen van mevrouw Bongers. Amai, de vonken sprongen eraf. Ja? Nee, maar ik vond het een heel toffe ervaring. Je komt dan zo toe en dan zit je in de schmink. En dan is er een redacteur die tot u komt en zo zegt, dit gaan ongeveer de vragen zijn. Dit zijn de gasten, dat moet je over hen weten. Dit zijn de antwoorden die je moet geven. Dit zijn de antwoorden. Bij de dilemma's moet je dit antwoorden. Nee, maar dat wat is leuk dus, is live. Het is live. Dat is vrij uniek. Ik denk dat wij het enige programma zijn buiten het journaal en het nieuws, denk ik, dat echt nog live gaat. Het is ook heel spannend, want je ziet zo heel tijd... achteraan zo een klok aftellen, hoe lang de aflevering nog mag duren. Ik zag de horrorprofessor naast mij en begon te vertellen over horrorfilms uit de jaren 60 en 70. En ik zag achter hem zo dat er nog 50 seconden tijd waren voor zijn antwoord. Ik dacht ook, oh shit, hoe gaan we dat niet afronden? Nee, want je kunt dat hebben en dan telt die klok af. Je denkt, oké, nog een minuut, ik ga ze even afronden. En dan is er toch iemand in dat panel, dat ik denk, maar alleen, je snapt dat toch, dat dat niet de moment is, die dan nog in één keer een vraag lanceert die je niet in een halve minuut kunt afwimpelen. Ja. Dus we hebben nu een trucje, de panel krijgen nu een soort scène te zien van zwijgen. Geen anekdotes meer. Niet meer, je kunt nog even iets zeggen, maar niet een volledig nieuw thema aansnijden. Dat gaat niet. Hè? Ja. En dan denk ik, dat zijn allemaal mensen met ervaring. Dan denk ik, maar allez.
Ja. Ja. Oh, ja, dan erger ik mij. Hè. Ja, moet ik dat wegstoppen, dan moet ik dat proberen weg te maken. Dan voor volgend seizoen een veto waarschijnlijk. Dat ja. Niet meer nee, dat komen. Is niet maar. Maar goed, ja, we moeten natuurlijk het eerlijke oordeel vragen. Gert, wat vond je er zelf van mijn prestatie? Ja, als die toch in de top 3, denk van ik, van de... alle gasten die we hebben gehad. Top 3, hè? Ik moet wel zeggen, achteraf was ik dan nog zo'n beetje aan het babbelen met onder andere Rick Torfs en alle andere aanwezigen, maar ook met de redactieleden. En er werd gewacht gemaakt van een mogelijke doorgroei tafelspringer. Voilà. Ik zou wel even onderbreken, ja? Voordat Pieter Jan een beetje te veel begint te zweven boven zijn gewacht uit. Heeft Louis D. heeft een berichtje gestuurd met toch een punt van kritiek, want hij stuurt punt van kritiek. Pieter Jan komt enorm geforceerd en onnatuurlijk over. Ik had moeite om het te bekijken. Zeg. Dat is iemand gestuurd. Dus eigenlijk heeft hem een beetje kijkers weggejaagd. Want als hij zegt, ik had moeite, dan gaan er ook veel zijn die het niet hebben kunnen Het kan uithouden. Natuurlijk ook zijn dat de GoPlay-app of zo weer haperde. Dat kan zijn. Mogen we niet zeggen van mevrouw Bongers, maar het is soms wel zo. Hè? Ja. Komt wel even... Komt even bij. Ja. Er zijn er waarschijnlijk nog van die berichten. Je mag gewoon niet in een keer lezen, hè, dat je toch begonnen bent. Dat is allemaal alle negatieve... De reactie op de tafel van Gert was er niet zoveel. Dat was misschien een warme oproep als u echt nog slechte commentaar hebt. Ja, of opbouwend, hè. Opbouwende kritiek is altijd goed, ja. Jeff, hoe was jouw week achter de schermen? Ik heb eigenlijk een enorm vernederende week achter de schermen. Ik snap het. Omdat je niet uitgenodigd was, natuurlijk. Ik snap het. Ja. Eerst was er dan dat ik niet uitgenodigd was, ook in de tafel van Gert. En op de kop toe was ik dan ook nog eens... Ik was de morning after aan het monteren in Vilvoorde, in de headquarters van Play Media. Mm-hmm. Toen ik plots telefoon kreeg dinsdag. Ja. Jeff, problemen. Ja, en wie was de telefoon? Ja. De beller? Ja, dat was ik. Dat was jij. Ja. Hij was dan opnames al toen van de morning after. En er was nog één gast die moest komen. Ja, en we kunnen dat hier nu onder embargo vertellen wie het is. Ja, het was... Omdat het tegen dan al bekend zal zijn. Het was Commie van De Mol, die dus een afvaller was. Die moest bij mij op de babbel voor de Morning After podcast. Maar Commie is naast De Mol ook... Vroedvrouw, hè? Vroedvrouw. Ja, en die, gynaecologe zelfs. Ah, en, en die was op dat moment een tweeling ter wereld aan het brengen. Ja. Ah, was ze zwanger? Zij aan het helpen, hè, bij iemand anders. Okay, bij iemand anders eruit aan het halen. En dat duurde langer dan verwacht. Dat was alsjeblieft. Ja, Gert, zo gaat het. Ter wereld aan het brengen. Ter wereld aan het brengen. Hè. En uit de bibberlippen. Sorry. Het waren er twee. Hè. En het duurde veel langer dan verwacht. Ja, dus waardoor ik dacht, ik moest straks naar Gert. Naar de dat is van Gert. Live, integraal. Ja, want je wordt te laat. Ik was veel te laat. Hè? Ja. Dus ik werd opgebeld van, chef, noodgeval, ga moeten inspringen om de morning after te presenteren. Ik dacht, oké, lang getwijfeld. Lang getwijfeld, hè. Het was ook dinsdag. Ik douche meestal zondagavond. Dus ik had ook al 2 dagen mij niet echt fris gewassen. Ik had wat... Het is ongeloofwaardig, maar ik had wat baard en snorgroei. Vooral snorharen. Ja, zo van die donzige haren. Ja, en spriet en zo. Ja. Kan ik zo niet op het scherm komen? Maar goed, ja, ik had dat toch... Mijn rugzak gepakt via de nachtwinkel, was scheermesjes gaan kopen. €12,99, de duurste scheermesjes ooit. Ah ja, het is voor, ja. Richting studio, bijna aan de studio aangekomen, telefoon. Ja, we hebben juist bericht gekregen, ze is hier binnen 2 minuten. Ja. En jij hebt het dan gewoon alle twee gedaan? Wel, ik heb het dan allebei gedaan, ja. Kijk, maar voilà, dus wel een bewogen week. Het was een bewogen week. Ja. Allee, er is veel bewogen, maar zonder enig resultaat eigenlijk. Hè? Ja. De afleveringen zijn gemonteerd. En er is een tweeling geboren. Mooi, maar ja, daar is Jeff hoop ik niks mee te maken, hè? Toch? Niet dat we weten. Oké, gelukkig. Zondag begon het nieuwe seizoen van De Verhulstjes. Ja. Het 5e seizoen al over het reilen en zeilen van het geslacht Verhulst. Met opnieuw de avonturen van Gert, Ellen, Victor, Marie en Leo. En zondag begon het meteen al in het vakantiehuis in Saint-Tropez. Ja. Mooi, hè? Wat brengt het 5e seizoen ons, Marie? We gaan in de volgende aflevering naar de camping. Allee, we zitten er nu al, maar je gaat verder de avonturen zien van de camping waar ons vader 50 de jaar geleden op vakantie camping. Ging. Camping Internationaal. Ja. De bekende, internationaal geroemde camping. Volledige 3-sterren camping. Hoe bedenken jullie zo een nieuwe ideeën voor een nieuw seizoen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hebben jullie zoiets van, ik heb daar nog een campingdak wit liggen? Nee, maar dat zijn ook dingen die ik echt wou doen nog een keer. Ja. Toen ik dacht, dat is misschien leuk om te kijken. Ja. Maar voor de rest, we gaan er dan naartoe en dan zien we wel wat er gebeurt. Hè. Er wordt niks gescript of niks...
niks op voorhand vastgelegd. Of, nee, maar ik kan me wel inbeelden dat jullie een aantal dingen hebben. Dat gaat interessant zijn. We geven door wat dat er bij mij op de planning staat de komende maanden. En dan kiezen ze van het programma. Ah, dat is misschien wel een leuker om te filmen. Of dat is een leuker. Maar bijvoorbeeld, we hadden wel gezegd, we gaan wat foto's van vroeger, foto's uit mijn jeugd reproduceren. Dus ik heb al foto's van 40 jaar geleden. Ja, dat op een steen staat. Steen. Bijvoorbeeld, ja. De iconische foto dat je op mijn steen staat. Ik kan dat nog niet zo vertellen, maar het is inderdaad een iconische foto. Ja. En voor de mensen die in shock waren door de speedo-scène, die kunnen beter volgende niet zien, week niet kijken. Nee. Ja, niet kijken. Nee, die echt kunnen afraden. Beter Effie een aflevering kunnen overslaan. Iets anders. Het is nog erger. Alle erger. Erger sorry, dat was een waardeoordeel. Het is ook voordat ik ben gaan vermageren. Okay. Gert, je hebt het programma oorspronkelijk voorgesteld aan mevrouw Bongers? Of hoe is het ontstaan? Heeft zij het gevraagd? Het is eigenlijk ontstaan uit de vlogs van Vic tijdens de corona. Dan hadden ze van mevrouw Bongers dat ook gevraagd. We hebben content nodig voor de... Zo is zij. Zo is ze. Hongerig naar content. Dan is Vic beginnen vloggen. Ja, juist. En eigenlijk heeft hem ons er allemaal een beetje bij betrokken. Dus dat was eigenlijk in ons huis en wij zaten er dan. En op den duur was hem op zijn en alleen uitgevlogd natuurlijk. En dan moesten wij allemaal meedoen. Ja. Dan bleek dat eigenlijk heel leuk was om te doen. En dan heeft mevrouw Bongers gezegd, maar kunnen we daar dan geen tv-programma van maken? Ja, dus het komt eigenlijk uit haar visionaire koker. Alles, hè. We moeten eerlijk zijn, het is het genie van play. En daarna stel je dan een team samen om dat te filmen? Zijn dat dan mensen die je kent of zo? Want het is toch al bij al een redelijk privé inkijk. Eigenlijk, dus dat de ploeg was voor een deel de ploeg die heel lang Gert Late Night gedaan heeft. Er werden heel veel filmpjes overdag gedraaid en zo. En toch een groot deel van de ploeg deed daar al mee. We mogen het zeggen, de EFP's maakten. De EFP's. Dat is toch slang. Wat staat dat eigenlijk, EFP? Ja. In talkshows is er soms een fragmentje tussendoor dat heet een EFP, maar EFP, waarvoor het staat, zoeken we even op. Vind je het? Explosively formed penetrator. Maar ja, ik denk dat ik op de verkeerde site. Dat is een Iraans wapen. Ja, dat hebben we hand voor de volgende aflevering. We zetten het in de show notes. Nu, maar als kinderen, worden jullie dan geraadpleegd? In welke mate dat jullie in die show willen zitten? Want je werd in het verleden al in bootjes gestuurd. Je moet op het podium oplopen wanneer... We hebben het er wel even goed over gehad. Als je beslist van reality te filmen, moet dat wel echt reality zijn. Ja. En dat heeft geen zin om daaraan te beginnen als je alles begint te scripten. Of als je zegt, dit mogen ze niet filmen of dit. Dus we hebben daar goed over nagedacht. En eens dat we beslist hadden, we gaan het doen... Ja, dan was dat wel volledig natuurlijk. Ja, en pas je dan je appartement aan als ze komen filmen? Nee. Doe je dan zo? Er is ook niet zo heel veel geweest, hè? Je krijgt die deur niet open van de rommel die er... Maar ik zou me dan zo al alles wat opruimen en zo, alsof je heel cozy, gezellig... Ja, maar dat moet je loslaten. Dat is wat ik bedoel. Anders is dat zo vermoeiend. Dan moet je heel de tijd zo de beste versie van jezelf zijn. En dat lukt misschien voor 2 of 3 afleveringen, maar niet voor 5 seizoenen. Dan valt het door de mand. Ja. Hoe lang is zo'n seizoen om te draaien ongeveer? Wat doen we? 2-3 dagen per aflevering? Per aflevering. Ja. En dan nog die quotes tussendoor. Dat zijn ook nog aparte dagen. Dat zijn andere dagen. Dat is niet zo 's avonds op het einde van een dag. Nee, soms is dat weken nadien. En dan moet je echt nadenken. Het programma wordt eerst gemonteerd. En dan zien ze eigenlijk, wat zijn zo de missing linksjes nog. En dat kunnen we dan oplossen met die quotes. Ah ja, want jullie vertellen dat altijd aan iemand. En dat is dan een redacteur naast de camera. De regisseur. Ja. De regisseur. Die vraagt dan, vertel nog eens. Die zwembroekscène, dat je daar op die steen stond. Soms zit daar een maand of 6 weken tussen. Ze laten eerst dat gemonteerd stukje zien. Nee. Zij beschrijft dan de scène. Soms valt de refrein, maar soms dan denk ik toch, was ik erbij? En dan geef je maar wat random quotes die overal bij passen. Dat was wat, hè? Ja, het was weer wat. Het was weer wat. Maar dan is het dus eigenlijk ook, de living in Saint-Tropez is niet in Saint-Tropez dan. Jawel. Maar dat jullie dan de quotes geven. Ja. Nee, maar nu is de living van Antwerpen. Maar Antwerpen. Toen dat we een volledige reeks in Saint-Tropez, was wel de living in Saint-Tropez. Ik had gezegd, laat ons dat gewoon in een studio doen en hangt er een foto achter. Maar dat vonden ze dan niet goed. Dus die livings, dat is allemaal echt. Oké. En de ploeg reist dan mee naar de villa in Saint-Tropez? Denk je dat die op en af gaan elke dag? Ik weet het niet. Maar ik bedoel, slapen die ook? Hebben ze een inpandig verblijf? Nee, toen we er heel lang hebben gezeten, had hij een grote villa gehuurd waar heel de ploeg in zat. Maar een beetje verder niet in Saint-Tropez. Een goede koperstuk van de kist. Budgetair was dat anders niet. Soms als jullie al barbecue zijn, dan zet u even bij. Of is dat wel zo eerder zakelijk? Ik probeer dat heel erg gescheiden te houden. Want voordat ik het weet, dan stond ik constant te koken. En je zit hier in uw frigo.
Ja. Maar zo af en toe dan doen we eens een party in Saint-Tropez. We zo'n keer een wilde party gehad. Ah, ja. Is dat een rap party? Is dat dan zo? Gewoon, nee, af en toe moet je dat een keer doen. Maar ik zeg het, we hadden dat wel voor de rest redelijk gescheiden. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Dus oké, dan is er dus de montage. Dan geven jullie wat extra uitleg vanuit de zetel. En dan komt de voice-over van Jelle Kleijmans erop. Ja, klopt. Dan schrijven ze op basis van wat er te zien is, de quotes voor Jelle. Ja. Want sommige mensen denken dat eerst de voice-over geschreven is en dan pas het programma opgenomen wordt. Nee, dat is niet waar. Dat wij leven naar Jelle zijn woorden. Ah, ja. Nee. Ja, dat hij dat maar één keer kan lezen. Ja. Okay, maar ik heb nu de eerste aflevering zelf gezien, gisteren ook, en er kwam er heel weinig in, die Jelle. Omdat jullie veel niet hadden uitgevoerd wat hij op voorhand had ingewezen. Ja, er bleef niks meer van over. Nee, ik vond het jammer. Want ik hoor hem graag. Jelle heeft een prachtige stem. Ja, hoe zijn jullie bij Jelle Kleijmans uitgekomen? Jelle is een huisvriend. Hè? Ja. Ah. Ik vind dat ook belangrijk dat dat iemand is die een beetje affiniteit met de familie. Ja, ja, ja. Zitten jullie zelf dus totaal niet aan de knoppen bij de montage? Het is niet dat je we krijgen eigenlijk, we filmen het, dan quoten wij, dan krijgen wij de aflevering te zien en daarna komt Jelle zijn stem erop. Ah, ja. Dus we moeten daarvoor nog laten weten of dat er iets in zit wat we eventueel niet willen, maar ik kijk eigenlijk nooit. Oh, wat interesseert je? Ik was erbij, dus ik heb gezien wat ik deed. Ja. En dan vertrouw ik erop dat ze in de montage daar iets leuk van gemaakt hebben. Het is niet dat er dan pro-Palestijnse of Israëlische uitspraken nog moeten uitgeknipt worden? Of nee, zo? Nee, meestal niet. Nee, ik kan gewoon naar mezelf kijken. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Oh, ja? Ja? Ja, ja, ja. Ah ja. En jullie kijken meestal wel, dus ik ga ervan uit als ik echt iets heel gênant doe, dat jullie wel zeggen, nee. Maar het is niet dat jullie zo een gezellige watchparty met iedereen samen in de zetel, hebben popcorn... Hebben dat het eerste seizoen niet gedaan? Ik denk dat we toen allemaal samen gekeken hebben. Nu, de reeks begon nu in Saint-Tropez. Als jullie samen zijn, gaat het dan ook vaak over zakelijke aspecten van het verhulstjesbestaan? Nooit. Zelden. Of scenario's van de kerstshow? Of... Victor en ik doen dat onderling meer. Dan komt hij met een idee en dan stuurt hij dat door om te checken of ik het leuk vind. Ah, ja. Maar voor de rest, wij bespreken heel weinig werk. Ja. Ja, omdat Victor daar toch de ene business call na de andere... Wel, we zagen dat, hè, dat hij dan in zijn bed belt met zijn gsm. Ik weet ook niet met wie of met wat. Misschien is vandaag of morgen die villa daar verkocht zonder dat je het weet. Ik denk dat big business is. Big business, dat hij daar zit te doen. Ja. Nee, ik dacht jullie daar misschien over... Want er komt nog niet alleen de kerstshow contract, maar ook de Sinterklaasshow. Ja. Toch? Ja. Begin december, hè, is die show? 2 en 3 december. Wat gaat er daar gebeuren? Want dat is niet alleen met jou, dat is met alle Studio 100 figuren. Ja, alle Studio 100 figuren zijn daar. En dat is een show waar Sinterklaas langskomt. Samson en ik, wij zingen daar liedjes. Voor de Sint dan. En de mensen in het publiek en het aanwezige. Ik vind het eigenlijk wel grappig dat hier gewacht werd gemaakt over het Sinterklaasshow. Ja. Want er is ook een bericht binnengekomen in datzelfde... Van Sinterklaas. Spectrum. Nee, van Gert. En die start zijn verhaal met... Gert M. Ja. Gert M, ja. Hij leest mee, hè. Is media insider, hè. Mijn verhaal start met een niet zo interessant weetje. Zelf heet ik ook Gert. Waarom vertel ik het toch? Ja, om de mensen bij de keel te grijpen. Oh, ja. Ja. Nee, maar dat is de truc van elke goede scenarist. Hè. Nu denk je, wat volgt er? Bam. Begin jaren 80, toen ik nog een klein Gertje was, kwam tijdens een familiefeest de Sint op bezoek. Niet de echte Sint, maar een collega van mijn vader verkleed als Sint. Hij werd geflankeerd door een toen nog Zwarte Piet. Niet zo'n straf verhaal, denk u? Wel, jaren later kwam ik erachter dat die Zwarte Piet de toen nog nobele onbekende Gert Verhulst was. En de Sint was zijn vader, Jos. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Zo'n berichten krijgen wij binnen. Hè? Kun je dit verhaal bevestigen? Ik kan dit verhaal bevestigen. Met klem, ja. Bevestigen. Met klem bevestigen. Maar wat gebeurde daar precies? Jullie gingen als duo, Sint en Piet... De baan op. De baan en familiefeesten af. En mijn vader had een lange baard, dus dat was een Sinterklaas was een echte baard. Oh. Ja, of een echte. Zo. Een echte Sinterklaas. Ja. En wij deden dat ten voordele van de clubkas van onze jeugdvereniging, waar wij lid van waren. Een jeugdbeweging of een soort? Die heette Bivo. En dat staat voor Berchems Instituut voor Ontspanning. Het Instituut voor Ontspanning. En dat had een clublied. B met I, V met O, hallo, hallo, Bivo. B met I, V met O, hallo, hallo, Bivo. Oh, ja. Ja, en dus om die clubkast te spijzen, werden er dingen gedaan. En bijvoorbeeld gingen wij Sint en Piet spelen. En dat was heel formidabel, want Sinterklaas krijgt toen nog overal een borreltje. Ja, een trappist. Ja, bij ons vader. Allee, deze Sinterklaas was meer voor de...
witte jonge Genever, moet ik zeggen. Ah, ja, bon. Ik moet toch zeggen, tegen het einde van de avond stond de meid redelijk scheef. En dat was toch een dolle avontuur. En mocht Zwarte Piet ook soms een keer een druppelje meedrinken? Ah, nee, ik was toen, want het is jaren... Begin jaren 80. Ja, voilà, ik was 12, 13, 14 jaar. Echt? Je werd zo jong al Piet. Ja. En was je dan een lieve Piet of zo? Een strenge Piet met zo'n roe? Suffe Piet, hè. Suffe Piet. Ja, maar omdat vroeger was de Piet soms zo wat strenger, hè. Zo. Ja. In de zak. Komt daarvan uw bijnaam, de Suffe Piet? Le Kappermond zou hier veel plezier aan beleven aan dit gesprek. Maar het was gewoon een Piet en de zak bleef... En we hadden wel een chauffeur, hè. Allee, dat was ook iemand van de vereniging. Nee, omdat je dus zou denken dat ons vader dan zat achter het stuur in een Sinterklaas. Of op zijn paard. Nee, dat was het met een paard? Nee. Met een ding, met een Citroën. En hoeveel... En hoeveel feesten deden jullie op een dag? Ja, ik denk dat we hadden huisbezoeken. Een stuk of 6, 7. Amai. Ja, maar twee jonge Genevers. Dus dat komt tellen. Hè. Jullie gaan ook nog op cruise in de Vrilstjes. Zeker. Ja. Is dat de volgende aflevering? Nee, dus eerst is het nostalgie op de camping. De iconische foto. Niet voor gevoelige kijkers. Nee, ik waarschuw nogmaals. Ja, dat is achteraf niet van, we hebben het niet gedaan. En vanaf een disclaimer komen voor het programma zo. Nee, daarom dat ik het hier zo benadruk in bekijk. Soms komt dat zo in de bovenhoek. Misschien moeten we er toch over nadenken om dat toch te doen. 16+. En vanaf wanneer mogen ze terugkijken? Aflevering 3 gaan we naar Noorwegen. Naar Noorwegen. Over reisjes gesproken. Ik was vorige week, had ik een week ervan tussenuit. Na de tafel van 4-3. Van gegaan, Gert. Snap ik, dat moet even zeggen. Ja. Oeh. En dan was ik in Nederland en ik ben onder andere geweest in het Mediapark in Nederland. Waar anders dan hier Hilversum. In Hilversum, anders dan bij ons. En daar zo allerlei grote studios samen. En daar kun je de Hollywood Tour doen. En die heb ik gedaan, dus op zo'n busje dat je daar dan doorrijdt. Wat laten ze dan zien? Ja, wel, ik moet je wel zeggen, al die gebouwen, daar staat dat wel op, NOS... Avrotros, en wat is het allemaal dat ze daar hebben? Dat zou ook wel gewoon het hoofdkantoor van Daikin of zo kunnen zijn, want die gebouwen zien er eigenlijk... Je gaat niet naar binnen. Maar je gaat ook naar binnen. Ah, oké. En je ziet een paar studio's, en onder andere ook, dan ga je in de, waar dan allemaal oude decors staan, en dan zie je daar zo de tafel van Lingo, zoals waar ze die bollen van Lingo moesten uithalen. Of, Maar kijk, dat is het verschil, Jeff. Kijk, hè. Ja. Hij moet er even tussenuit. Wat doet hem? Hij verdiept zich in research. De media. Dat is, een vakidioot noemen we dat. Een vak, maar dat is waar, ja. En ik zag er het decor staan van, stond daar ook groot, Goebbels en de Hollanders. Het stond wel goed opgeborgen. Zie je zo de opgeborgen decors. Om te zeggen, van, dat pakken we nooit meer uit eigenlijk. Of, maar ze bewaren het wel. En dus de slimste mens stond daar ook. Dat jij misschien ook met Samson en Gert decor moeten doen. Ja, we hebben daar nog lang over nagedacht, maar uiteindelijk zijn dat maar een hoop planken. Dat vind ik dus niet. Ja. Ik vind dat echt heel jammer. Maar ze bewaren daar dus allerlei programma's uit de jaren stilletjes, die zijn daar nog. Maar dat is supergroot, hè, dat Mediapark. Dat is echt helemaal anders. Hoe lang duurde de tour? Een uurtje en half. Het was wel in de gietende regen. Ik zou het nu niet per se aanraden, maar natuurlijk als vakidioot en me verdiepend in internationaal. Jij bent ook van de camping internationaal. Ik ben ook internationaal ingesteld. Want ik ben de vorige 4 dagen op stage geweest bij BBC England. Ah, voilà. Kijk, that's what others. Hè. Zeg maar even, op die Holland-trip had ik ook niet uitgenodigd eigenlijk. Ja, maar ik, in tegenstelling tot jij en James hadden wij zo wel onze privé. En, dit was ook een romantische uitstapje. Ja. Van mij dan. Hè, Het was met uw ega. Mijn ego. Het was met mijn vriend, Ja, ongezellig. Ja. En is die dan ook geïnteresseerd of in media? Of denk je, holy shit, wat zit ik hier te doen? Die is vooral ook Nederlander, dus dat hielp dan. Dat was de match. Dat is zo'n beetje de match tussen Nederland en media. Ja, en mijn carrière. Leuk. Ja. Nou, van waar is ze ergens in Nederland? Zaltbommel. Zaltbommel. Als je dat kunt zeggen. Zaltbommel. Mijn lief is van Baardenhem, dus. Als je kunt kiezen, Nee, is het een idee om hier te doen, een soort van media... Want ik zag daar wel zo direct commerciële mogelijkheden. Natuurlijk zo'n mediatour. Zo, niet in, ik denk dat er nog heel weinig dingen bestaan. Studio 100. Decors. Hollywood. Shellywood noemen wij het. Studio 100 ligt in Schelle. In Shellywood. Shellywood, ja. Nee, we hebben niks niet meer, denk ik. Weinig. Ik heb nog wel de bel. Die heb ik gekregen ooit, maar dat is alles. Ja, ja. Maar dat is het enige dat er is overgebleven, denk ik, van heel decor. De bel. Ja. Zo erg. Ja, maar dat maakt het ook net mooi. Ja, oké. Vergankelijkheid. En mythisch. Ja. Oké, ik denk dat het tijd is voor... Kom, zeg maar. Het is een wonderdenken. Grote... Mag ik prijzen?
Denk Jeff Bronder, denk. Het is duidelijk voor iedereen. Jonas Geinaert kondigt hier de grote prijskamp Jeff Bronder aan. Ja, vorige week gaf hier sleutelangers weg van de ter wereld. Ze hebben sleutelangers laten maken bij Play Media. Amai. Ja, ideetje van mevrouw Bongers ook. Visionaire kokertje. Nee, ik heb er nog geen gezien. Nee. We zullen nu een bezorgen. Oh. Dat is niet alleen die sleutelangers weggaven, ook posters van ons twee, omdat er wat consternatie was over dat wij nog als duo gingen door het leven gaan. Dat snap ik. Er zijn massaal veel inzendingen gekomen, want wat moesten de mensen doen is een leuk verhaal over Gert Verhulst dat ze hem ooit ontmoet hadden kennen. Ja. Ja. Ik ga eerst even de winnaars voorlezen. Ja. Eerst even het zakelijke, een beetje keel grijpen. Dus, dat zijn Robin Bastaans, Frisien van Praat, Jarne Bastien, Gert Meulemans, Kevin Hollebeke, Elin van Loon, Thomas de Groeve, Loren Laporte, Mattie, Swagboy Pep, Thibaut Gevens, Jordi en Alexander Vermeers. En die winnen allemaal dat zijn veel winnaars. En die moesten dus levensechte anekdotes over een mogelijke ontmoeting met Gert Verhulst insturen. En ik zal er nog eens eentje voorlezen. Dus ik kan dan al dat niet bevestigen eigenlijk. Thomas die stuurt bijvoorbeeld de volgende anekdote in. Als kind gingen we elke zomer naar de Belgische kust met mijn grootmoeder. Ik herinner me dat we naar een optreden van Samson en Gert gingen kijken. Ik was enorme fan en was helemaal starstruck toen ik na de show op Gert Verhulst botste. Ik vroeg hem als kleine fan waar Samson was en Gert antwoordde met een Antwerpse tongval: "In mijn kofferbak." Lichtjes gechoqueerd droop ik af. Nee, dat lijkt mij sterk, ja. Onmogelijk. Ja? Een leugen. Leugenaar? Ja, ultimate fantast. Nee. Dat kan niet. Nee. Ja, maar ja, als het niet waar is, misschien ook. Ik heb het misschien gedacht, maar ik heb het zeker niet. Je zou nooit zeggen, in mijn een kofferbak. Nee. En Samson zat nooit in de kofferbak, of? Nee, die zat in een sportzak. Daar begint het al. En die sportzak stond in de koffer? Nee, liep er altijd mee rond. Waar zit Samson tegenwoordig? Bij mij. En hoe reist hij mee met jou? In de koffer? Of? Nee, bij mij. Naast u? Ja, zeker. Ik ben echt een beetje geobsedeerd. Maar zit hij dan in een... Ja, die zit wel ergens in dat hij een beetje veilig zit. Ja, proper en zo. Ja. Maar ik heb die wel altijd bij... Als wij ergens naartoe gaan... Of, ja, die staat bij mij thuis. Oké. En dat is de enige echte Samson? Zeker. Oké. Ja. Oké, mooi. Bam. Voilà. Maar goed, dat is ook belangrijk dat we een beetje echtheid in deze podcast krijgen. Hè? Bij deze ontvangt Thomas geen poster. Niks. Ja, ik zou zelf iets opsturen van dat hij zegt, kaka in een envelop, bijvoorbeeld. Ja. Om maar iets te zeggen hè, waarvan je denkt, Wat geven we deze week weg, chef? Naar aanleiding van de aflevering van de Verhulstjes op zondag, daarin zagen we dat Gert en Ellen in het boek Les Chiens de Saint-Tropez stonden. Ja, dus 2 jaar geleden komen wij in een boekenwinkel en we zien dat een boek liggen, Les Chiens de Saint-Tropez. En hij denkt, Les Chiens de Saint-Tropez, interessant. Dus ze kopt die een boek en ze begint te zien. En dat zijn allemaal hondeneigenaars van Saint-Tropez. De mens met een winkel en die neemt een hond en dan staat hij in zijn winkel met een foto en blablabla. Bla, bla. Ja. En ze was een beetje... Aparteentjes. Jaloers. Jaloers dat ze daar niet in stond. Ik zeg, schatje, dat is nou zo. Ja, dat zijn allemaal mensen. Goed. In ene keer krijgen we een mail van die boek van de Les Chiens de Saint-Tropez. Ah, we gaan een tweede boek maken. Wil u er graag in staan? Les Chiens de Saint-Tropez part 2. Ja, die Ellen zo content, leek een kermisvogel. Echt waar, dat je zegt, maar schat, ik heb dat. Hè. En dat is dus een soort van, hoe moet ik zeggen, lijmen in het been kende. Dus die madame, die mocht die een boek. En die zegt, je kunt er een aantal kopen. Dus er staan daar 20 hondeneigenaars in. Als die allemaal 50 boeken kopen... Dan heeft ze een mooi winstproject. Dan zijn dat al... 1000 boeken. 1000 boeken verkocht. Ja, verkocht. Dat is al niet slecht. Nee. Ja, en die Ellen die trapt daar dus mee rogen open in. Hè? Dus die heeft zo 50 boeken besteld. Ja, want ze maken dan speciaal een cover. Ja, zo. Dat jij met uw hond natuurlijk van voor staat. Ja. Dus ze had er zo 50 gekocht. Ik zeg, maar schat, wat gaan we ermee doen? Maar ze zijn op. We hebben ook een giveaway gedaan op de socials van ons. De laatste 3 die zijn weggegeven. Wij dachten van, we zullen er hier ook een weggeven. Maar het gaat dus niet. Maar wij zijn binnen researchen. We hebben toch de site gevonden waar het er nog te koop is. Is waar? Maar dan wel met een andere cover.
Ja, dat zal wel met een andere cover zijn, maar wel ook gehandtekend, hopelijk, als jullie het nog... Dat zeker dat, dat is dat doen met veel plezier. Dus we zijn in onderhandeling, we zijn nog niet 100% certified dat hij gaat binnen zijn, maar normaal gezien gaan we hem kunnen kopen. Als alles goed verloopt. Gehandtekend kunnen weggeven. Geef het allerlaatste exemplaar. Le Chien de Saint-Tropez, part 2. Part 2, met een voorwoord van Brigitte. Bardot? Ja. Dat Brigitte de buurvrouw was die jullie goed kennen. Ja, nee. Het is ook een beetje als buurvrouw. Ja, maar goed, Brigitte Bardot doet het voorwoord. Ja. Prachtig. Maar wat moeten mensen doen om kans te maken op dat toch wel ongelooflijke prijsitem? Een interessante vraag, Pieter-Jan. Dank u. Wel, vorige week hadden we onze nostalgie-special over Kulder Zipken. Ja. Over het bekende kinderprogramma dat niet gemaakt was door Gert Verhulst. Ja, Kulder Zipken. Ja, voilà. En dat was een groot succes. Ja. Zeg dat maar. Voor ons de mensen weten dan niet of het een succes was. Nee, het was een succes. En we zouden nog eens zo'n tweede nostalgie special willen maken. Ja. Maar we hebben een beetje... Chef, ik begin het te snappen. Zin, nostalgie special, dat bestaat niet. Als er een S en een schöne zin in een woord zit, dan... Ik heb ooit van een groot man geleerd dat versprekingen... goed werken. Dat is waar. Je werd toch al te lachen, hè? Ja, aan het lachen, hè? Ja, nee. Trapt er mijn ogen open. Nee, maar goed. Met zijn ogen open. We hebben een beetje inspiratie nodig voor een nieuwe nostalgie special. Maar dan niet over Kulder Zipken, een keer over iets anders. Voor welk programma? Voor welk programma? Le Chien de Saint-Tropez. Ja, over welk nostalgisch programma? Maar het hoeft geen kinderprogramma te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld, ja. Ja. Het journaal. Maar hoe lang moet het gelezen zijn? Wanneer telt nostalgie? Laat ons zeggen, startend van de jaren 90. Ja. Dat Merlina. Merlina, mannen. Als je Merlina doet, een special rond Merlina, dan topper. Big hit? Ja. Echt, mannen, dan... Dus allerlei inspiratie en misschien ook waarom. Dus ik zeg nu Merlina, maar daar had ik geen rekening mee. Niks meer, jawel, maar het is heel democratisch, hè. Ja. En de mensen, maar je moet nooit... Dat is niet goed, te democratisch. Want er zijn ook mensen die echt slecht ideeën hebben. Ja, echt waar niet. Meestal heb je goede ideeën, blijft erbij. En dat pakken. Oké. Je doet ermee weg. Maar stuur alsnog iets in en wie weet wordt dan een van die inzendingen. In overleg uiteraard met mevrouw Bommers. Met mevrouw Bommers. Efficiënt en discreet wordt de waarheid compleet, want al is het mysterie nog zo groot, Merlina legt de waarheid bloot. Mooi. En dan moeten mensen insturen op onze Instagram, hè? Achterdeschermen.podcast. Ja, handige naam om te onthouden. Ben benieuwd, wanneer is de uitslag? Volgende week. Ja, dan moet ik luisteren. Of ga het even doorsturen met een sms. We zetten het op mail. Nee, top. Dan zijn we nu gekomen bij het mediageheim. Want onze media-insider, vandaag Marie Verhulst, de media-insider vertelt hier altijd een mediageheim. Ja. Het is ondertussen bijna 4 jaar geleden dat wij de eerste afscheidsshow speelden van Samson en Gert. Ja. En dan ging ik uit een groot cadeau springen en dan het nieuwe baasje van Samson worden. Ja. Maar dat was een heel groot geheim tot de dag zelf. Ja. Dus ook eigenlijk niemand die backstage werkte in Puurs, waar die show doorging, wist van iets. Eigenlijk alleen wij en de regisseur en de muzikaal leider, want wij gingen een liedje zingen natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment moest dat ballet en het koor dat daar toen meedeed, moesten wel dat liedje leren zingen en die moesten dat toch kunnen voorbereiden. Maar ons liedje ging 1, 2, 3, Samson en Marie. Dus als ze dat zouden leren, dan wisten ze uiteraard meteen... Of ja, dat het een Marie was. Welke dan viel het nog? Ja, dan ging het redelijk snel ontdekt worden, denk ik. Ja. En dan hadden wij bedacht dat we zouden zeggen dat het nieuwe baasje van Samson Louis heette. Naar Louis Thijssen, de zoon van Peter Thijssen. Want Peter Thijssen is ooit ook nog de stem van Samson geweest. Dus iedereen van het ballet en koor dacht dat de zoon van Peter Thijssen het nieuwe baasje van Samson ging worden. En pas... Alsjeblieft. Dus die zongen allemaal 1, 2, 3, Samson en Louis. Wow. En tot 5 minuten voor ik effectief opging, hebben ze volgehouden dat het Louis was. Had je dan geen bang dat ze het reflex de verkeerde versie gingen zingen? Ik was voor andere dingen heel bang dat op dat moment. Dat ze teleurgesteld zouden zijn als die zo op ging. Het is Marie. Het was toch niet Marie. Ja, maar ook choreograaf en zo. Iedereen dacht dat het Louis Thijssen was. Allee, ja. Ik vind het een strafgeheim. Ja? Ja? Ik moet zeggen, ik wist het niet. Nee. En het is een leuk wistje dat je. Ik vind het eigenlijk perfect voor deze categorie. Okay. Ja. De schermen. En dan zijn we aanbeland bij het showbiznieuws, Jeff. Maar je had eerst nog nieuws uit een andere sector. Er is ook nieuws uit de podcastwereld zelf. Eigenlijk heel plezant nieuws, want de Standaard die reikt elk jaar awards uit voor de beste podcasts, de oorkondes. Aha.
Dat is goed gevonden eigenlijk. Ja, de oor. Goed, ja. Leuk. De oorkondes. De standaard. En vorige week zijn alle genomineerden bekend geraakt. En ik kan hier zeggen dat zowel achter de schermen als de slimste mens, de morning after, er niet bij zijn. Oh. Maar dat is niet erg. Wacht, meen je dat nu of wat? Ja. Nou, wie zijn er dan wel genomineerd? Dat is de standaard, hè, mannen. Ja. Ja. Maar ik denk dat we er alleen maar motivatie moeten kunnen uithalen. En? Om nog wat voor soort tandje bij moeten steken. Podcasts zijn dan wel genomineerd? Dus er zijn verschillende categorieën. En de tweede categorie waar we zouden kunnen in aanmerking komen is talk. Waarin gewoon een beetje wordt chit-chat. Ja. Of de publieksprijs. Ja, omdat wij ook voor een publiek iets maken. Ja. Ja. Maar ja, ik zie daar nu niets negatief in. Ik zie daar eerder van, oké, wat kunnen we beter doen? Kunnen we daar een tandje bij steken? Waar mankeert het ons? Ik denk niet dat er nog veel tanden bij te steken zijn hier. Is dit het? Dit is volgens mij toch... Ja, want ik ging vragen, Gert, wat denk jij dat er aan de podcast... Ik denk dat er andere dingen spelen. Dat je niet genomineerd bent, moeten andere redenen zijn. Wel, maar je zei wel dat er opvallend veel sportpodcasts... Ik denk dat we gewoon meer over voetbal moeten praten, want in de categorie de publieksprijs zijn 3 van de 6 genomineerde voetbalpodcasts. Dus ik denk dat wij dus gewoon... Antwerp wint dit weekend tegen Genk en Union verslaat Club Brugge. Marie, is Club Brugge nu al uitgeschakeld voor de titel, denk je? Of ze maken nog kans, hè? Nee? Ja, tot de laatste dag. Je moet altijd blijven gaan. Ja. De bal is rond. De bal is en een wedstrijd duurt 90 minuten. En langer soms. Alleen nog lang. Ja. De boekjes. Jacques Vermeijden staat op de cover van Dag Allemaal. Jacques Vermeijden geeft de criticasters lek op stuk. Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben. Want Jacques Vermeijden... Zeggen ze dat? Voor de belastingen. Wel, Jacques had zelf ook een reeks over zijn familie. Mm-hmm. Daar is wel wat kritiek op gekomen, de Vermeijdens. En hij heeft er zelf ook de stekker uitgetrokken. Hij vertelt, het heeft me even geen deugd gedaan. Ik ga dat niet weglachen. Maar het is verteerd, ja. We hebben het geprobeerd. Sommige mensen vonden het tof. Anderen niet. Er zijn fouten gebeurd, maar ik ben er niet bits over. Sterker nog, ik ben nu zeer vrolijk. Ja, maar Jacques is een topmens. Kijken jullie naar de andere reeksen? Ja, naar de andere familiereeksen? Alles, maar er zijn er veel. Hè. In Holland lopen er een paar, die hebben allemaal gezien. Halen jullie daar soms al inspiratie uit? Nee. Een kasteel bouwen? Nee. De Bevertjes kijken we naar bijvoorbeeld. Ah, ja, op RTL 4, dat is een Hollandse zanger, John de Bever. Dat is heel amusant voor te zien. Ja. En dan natuurlijk de Meilandjes en wat is er nog allemaal. En de Roelvinkjes. Ik kan dat ze nooit eens door elkaar vloeien, dat die dan op bezoek komen, de Meilandjes bij de Roelvinkjes. Het is misschien een idee. Dat zou toch een idee zijn? Ja, misschien moeten we het zoveel niet zoeken. Kunnen we een keer naar de plankarts gaan kamperen in de kasteel? Want jullie zijn toch heel reizigers, hè? Die gaan altijd reizigers, camping, cruises, of een chateau. Een mooie collab zou dat kunnen zijn. Dat zou toch leuk zijn, zo'n grote collab. Jacques Vermeijden vertelt dat hij een eigen mening heeft, maar er nooit meer zal uitpakken. Hij zegt, ik heb een mening... Maar ik zal er nooit mee uitpakken. Want wat ik ook zeg, 50% is er toch tegen. Het is een zure maatschappij geworden. Omdat iedereen zomaar zijn gal kan spuwen, die commentaren op sociale media. En het wordt alleen maar erger als er meer DT-fouten in staan. Of zoals ik altijd zeg, DDT-fouten. Ja, en de kwinkslag direct. Dat is Jacques. Slaan en zalven. Maar dat is ook de zakenman Jacques. Ja. Jacques wil volle zaal en hij denkt dan als ik mijn mening zeg, dan ga ik misschien, gaan er misschien mensen zeggen, ik koop geen kaart niet meer. Ja. Dat is Jacques. Jacques is een zakenman, hij is een schoenenverkoper. Ja. Ja. En hij komt daar ook altijd voor uit. Hij wint daar geen doekjes om en dat is Jacques ten voeten uit. Ja, met die schoenen, dat die schoenenverkoper ten voeten is. Uit. Ja. Verder stond Sophie van Michel van den Branden te lezen op HLN, want ze blikte terug op haar aanzoek dat ze kreeg in de tafel van Gert. Ze vertelde, toen Gert hem vroeg of het geschikte moment was om mijn hand te vragen, zag ik Michel al kijken. Zo blikt Sophie terug. Ik zat op dat moment dus in het publiek en hij kwam naar me toe en zei nog snel, mijn knieën zijn versleten, wil jij eventjes knielen? Dat was dus echt de omgekeerde wereld, lacht ze. Ja. Maar dat is precies zoals hij is. Het is typisch voor hem, maar dat is net zo mooi. Maar ik begreep het niet zo. Goh, want ze had toch al een ring? Ja, maar ze was nog niet officieel ten huwelijk Maar wat gebruikt. Was dat dan? Ja, was dat wel de verlovingsring? Of dat heeft ze nu nog een ring gekregen? Ja, Marie. Ja, maar ja, kijk, dat zijn zoveel vragen op zo'n korte tijd. Nu, het was wel goed in beeld gebracht. Het was een beetje... Wat? Nee, totaal niet. Het was niet spontaan. Ik heb het precies niet gezien. Het was echt zo'n frontscreen, zo niet in het licht. In het donker. Je kon er wel nog een lampje op. Ik ging er nog een lampje op zetten. Ja, maar we wisten niet dat ging gebeuren. Ah, nee. Het was niet getelefoneerd. Nee. Ah, ik dacht het dus... Nee, anders hadden we dat veel mooier in beeld kunnen brengen.
natuurlijk. Ik dacht, dit is klassiek Gert Vruls. En ik geef de voorzet en dan staat op de autocue. Nee, en nu wil Michel, je met me trouwen. Nee, maar Michel, die neemt natuurlijk niet door hoe dat werkt. Die ging er in een donker gat staan. Ik zeg, en jij dacht, oh nee. Ja, ik dacht dat. Anders hadden we wat vuurwerk en zo voorzien, toch? Ja, natuurlijk. Of taarten. Rijst. Dus ja, hij ging er in het donker staan. Ik denk, oh, er gaat ons moment. Maar ja, bon. Ja, toch. Het al wel tevreden, hè? Ja, het is opgepikt. Het is niet dat je dat vooraf zo zegt, belt naar Michel en zegt, Michel, zou dat geen idee zijn? Nee. We zitten dan op de redactie en we zeggen, we gaan het wel eens vragen of dat hem het wil doen, maar we weten niet hoe dat hem gaat reageren. Je kunt niemand dwingen, natuurlijk. Dat is het, ja. Ze dachten het ook nog aan u te vragen, om uw vriend een huwelijk te vragen. Maar... Ja. Zat je in het publiek? Nee, die zat in Zaltbommel. Oké, dan zijn we aanbeland bij de vragen van de volgers. De vraag van het volk. De meeste vragen zijn hier eigenlijk al beantwoord. Ah, oh. Robin die vraagt nog, wat is het vreemdste cadeau dat je ooit van een fan hebt gekregen? Krijgen jullie soms zo fan art of fan cadeaus? Ik krijg heel veel tekeningen. Wat vreemd is dat niet, hè? Nee. Jij krijgt heel veel drop, hè? Drop. Drop? Ah, kijk, met uw Nederlandse connectie. Drop, ja. Ik ken het fenomeen, voilà, ja. Ik ben zot van drop. En sommige fans weten dat dan en die brengen dan zakken drop mee. Vooral mensen uit Nederland. Ja. Ja. En ik heb eens een gebreien Gert gekregen. Mag jij, gebreien Marie ook, ja. Gebreien Marie? Ja, of gehaakt of zo. Ja, gecrocheerd. Ja. Goed, schoon. Gecrocheerd. Oh, ja. Waar hangt dat dan? Die staat nu in Schellen op een bureau. Ja, ik kan dat dan ook niet. Ja, wat moet er mee doen? Ja, ik weet het niet. Ja. Maar ik wil dat dan ook niet wegdoen, dus ja, bon, dan zetten dat ergens zo... Dat is toch een leuk idee voor zo'n tour. Als we zeggen, wat kun je allemaal tonen? Tekeningen, geschenken. Ja, nee, zeker. En Shellywood. 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 Voilà, ja. Zijn er nog leuke vragen? Er is eigenlijk nog een verhaaltje misschien. Oh, een kleintje als afsluiter. Oké. Van Swagboy Pep. Die zegt, tijdens de lesvrije week trok ik met twee vrienden op roadtrip door België. Toevallig wist iemand van ons het huis van Gert liggen in Oostuinkerken. Aangezien wij geen slaapplaats hadden geregeld, hadden we de ijdele hoop om misschien bij Gert te mogen logeren. Toen we wilden aanbellen, vielen we bijna van ons denkbeeldige stoel. De bel deed het niet. Hoe ironisch. Kloppen ging niet, maar er hing een briefje met... Pakketje, bel dit nummer. Dit bleek het nummer van huishoudhulp Martin te zijn, wel bekend uit de verhulstjes. Na een vriendelijk gesprek vertelde ze dat Gert in Antwerpen vertoefde voor de opnames van De Tafel van Vier en dat logeren niet mogelijk was. Ah ja. Dat is Martin, hè. Ja. Alhoewel ik verschieten van Martin zou zeggen, ja, welkom. Want er is niemand in huis. Het is het ideale moment, eigenlijk. Normaal gezien, zoals het in het lied het zegt, de voordeur staat altijd open. Ja. Maar hij stond niet open toen. Nee. Ja, ik weet, ik was er niet bij. We moeten geloven wat hier... Het dus is niet dat Martin dan verslag doet en zegt van... In het logboek schrijf ik... Dat hoeft ook niet. Nee, we vertrouwen Martin op dat vlak. Ja. Gebeurt dat vaak? Mensen die dat aanbellen? Dat gebeurt heel vaak. Ja. En wat doen jullie dan? Doe ik of dat ik dat niet gehoord heb. Of er is een reden waarom die bel niet werkt. Nee, meestal sturen we Martin voorop. Hè. Ja, en die zegt dan dat ik in Antwerpen ben voor opnames van De Tafel van Vier. Ja. In werkelijkheid zit je te roeien of te... Ja, kan ik niks over zeggen hier. Dan zijn we gekomen bij het eind, dit. Ik ga me een bril opzetten. Je wordt hier naar brillen gegrepen. Want dit vind ik wel een beetje... Spannend. Ja? Kom, zwiert hem er maar in. Ah, nee. Daar gaan we. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Vorige week keek ik heel alert naar Pieter Jan zijn optreden in De Tafel van Gert. Jammer maar helaas, maar ik mocht niet mee. Maar was ik echt jaloers? Ik zeg ja of toch nee. Oh, leuk. Leuk. Practical. Ja, goed gevonden. Het was weer in de Vlaamse media. Ik ben Gert en bij mij staat de voordeur altijd open. En mijn vrouw heeft 50 maal Les Chien de Saint-Tropez zitten kopen. Iedereen wil een exemplaar, maar ik zeg stop. Want waar zijn al die boeken dan? Op, alles is op. Hoi. Amai, zeg mannen, man. Mooi. Zo roepen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Bart en Bea zag je in Blind gekocht op het Play 4. Maar ze hebben in huis gemaakt op VTM nu veel plezier. Bij mevrouw Bongers kookt het bloed al in de aders. En zij noemt Bart en Bea nu gemakshalve de verraders. Amai. Achter de schermen.
schermen, achter de schermen. Ja, het was weer wat. In de Vlaamse media. Ik heb een heel ondeugende, maar heel lieve hond. En in tegenstelling tot Leo, pist hij niet op de grond. Ah. Toch is Samson wat jaloers, oh nee, oh nee. Want hij staat helaas niet in Le Chien de Saint-Tropez. Oh, mooi. Achter de schermen, achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Mooi, ik vond het een heel aangename verhulstje special. Het was waanzin. Het was waanzin, hè. En weer van alles te weten gekomen. Bijgeleerd. Bijgeleerd. Informatief, ja. De adjectieven zijn er tekort. Ja. Ja. We maken ons er... En het eind is te lang. Ja, we maken ons er gewacht van. Een uitdaging voor Gerrit, het vanavond in de show gebruiken. Oh, dat is leuk. Hè? Ja, een leuke uitdaging. Ja, dat een challenge. Ja, ja, oké. Okay. En zo waggelen we naar het einde van deze podcast. Ik bedank natuurlijk Media Insider Marie Verhulst om hier vandaag te zijn. Graag gedaan, graag gedaan. Ik ook. Ja, jij bedankt daar ook. Ik bedank daar ook. Okay, en nu bedank ik dan ook jou, Jeff Bronder, want jij was ook weer present natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En uiteindelijk bedank ik ook Gert Verhulst. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, als A-lister. Maar ik moest hier toch zijn. Ik wou net zeggen, moest hier toch zijn. Dus uiteindelijk... Maar toch bedankt, het was mooi. Volgende week zijn we er weer. Absoluut. Elke woensdag in de GoPlay-app of in je favoriete podcast-app. Zo met, gaat dat dan. Merlina special dan? Die komt later nog. Oké. Ja, oké, goed. Tijd om af te ronden. Tot volgende week. Het beste was het was weer watjes. Dag. Ja, het is altijd zo lang muziek, dag. Hè. Dag.